We gaan stiekem, stiekem, dat mag niet. Kijk, dit gaat helemaal goed, niemand ziet het. Wil je ook in beeld af en toe, Dennis? Ja. Je hebt, oh, je hebt net alleen jezelf in beeld. Hi, ik ben Dilan. Ik zit sinds 3 maanden in de Kamer, hou me bezig met media, emancipatie en ontwikkelingssamenwerking. En ik heb vandaag een heleboel dingen op de agenda, maar we gaan eerst naar Dennis. En dan gaan we elkaar wat interessante vragen stellen, geloof ik. Maar we weten zelf nog niet welke vragen. Toch, Alice? Zeker. Oh, wacht, hoe heet dit? Jawel. Oké, goed. Dan gaan we lopen. Hallo dan. Muziek aan. Zo, Dennis. Ik heb wat vragen voor ons. Wil jij beginnen, Dennis? Nee, dames. Wat heeft je de afgelopen maanden het meest verbaasd? Oh, nou, ik was laatst bij een werkbezoek en toen dacht ik, nou, het is maandag, mooi weer. Ik doe gewoon een beetje een kort shirt aan en een spijkerbroek. En er was iedereen strak in pak. Dus mensen verwachten dat als je kamerlid bent, dat je dan altijd heel netjes bijloopt. Maar dat, dat hoeft niet. We gaan dus lopen en filmen tegelijk. Wie zit zo? Ja. Dan heb ik hier de volgende vraag voor jou. Oh. Ben je daar wel eens verdwaald? In het gebouw. Want ik wel, echt heel veel. En hier ben ik wel, wel eens een keer verdwaald. Maar en ik loop heel vaak dezelfde route. En daar zit voorlichting, maar die zijn allemaal heel hard aan het werk. Ja. Dus dat is goed. Ja. Ik heb aan het begin, de eerste paar weken, best wel veel vaak gehad dat de bewakers beneden, de portiers, zeiden: mevrouw Jessingus, waar probeert u naartoe te gaan? Want ik al 3 keer hetzelfde rondje had gelopen. Dus daar ben ik dan heel erg ook dankbaar voor. Dat zijn wij de weg en relatie. Ik verdwaal nog steeds, maar goed. We gaan naar de patatbalie. Patatbalie. Want dan denk je, daar kan ik patat kopen. Maar dat is niet zo. Mijn vader heeft een snackbar. Dat is waar. Wanneer wordt het en ik weet zeker, ze verkopen hier geen patat. Nee, ik werd gisteren werd ik er gecornerd door de pand. Oh ja, precies. Ja. Nou ja, er wordt wel wat verkocht, maar vooral mooie praatjes en moeilijke vragen. Dat is eigenlijk... Dat is waar. Er gebeurt hier dus helemaal niks. Er is hier daar helemaal uitgestorven. Ja, maar dat is toch niet altijd zo? Dat is niet altijd zo. Met name op dinsdag, want dan is iedereen stormt hier naar de Kamer om te stemmen. Dus alle leden gaan dan naar deze zaal. En dan staat het hier helemaal vol met allerlei journalisten. Want die willen dan sommige mensen iets vragen. Ja, zoals en dan komen ze opeens zo met een microfoon. En draai de camera voor je gezicht. En dan gaan ze iets vragen waar je misschien helemaal niet over gaat. En dan moet je een goed antwoord hebben. Of een heel bij de hand antwoord. En dan heb je grote kans dat je het 's avonds terugziet. Ja, maar dat je collega's misschien heel blij zijn met je. Zou zomaar kunnen. Maar goed, weet je, dat merken we dan wel. Een hele andere vraag. Hoe was het om de eerste keer in de plenaire zaal te spreken? We gaan stiekem, dat mag niet. Je mag niet met een selfie stick de zaal in. Maar niemand ziet het, maar gelukkig. Niemand ziet het. Ja, kijk, dat gaat helemaal goed. Niemand ziet het. Oh, kijk eens. De camera draaien. Kan dat? Oh, dat was echt gaaf. En eng. En heel gaaf. Alles tegelijk. Ja, en daar kan je dan staan als je zegt... Ga staan. Ja, als je echt een plenair debat hebt. En dat deed hij heel goed, hoor. Zetten. Ik had een debat over discriminatie en racisme in Nederland. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje jammer vond dat als je voor de eerste keer spreekt, dan mogen ze je niet onderbreken. En dat vond ik wel een beetje jammer, want ik had daar eigenlijk wel graag ook het debat gevoerd met andere woordvoerders. Maar voor de rest heel gaaf. En daarna gaat iedereen in een hele lange rij staan om te feliciteren en zo. En dan denk je, nou, dan heb ik dit gelukkig ook gehad, want zo'n eerste keer is toch ook spannend. Ja. Ik denk dat een tweede keer, nou, dan is alweer een stuk relaxer. En jij hebt hem ook gehad. Ik heb hem ook gehad, ja. Nee, het is eigenlijk hetzelfde. Het is sowieso gewoon bijzonder om in zo'n zaal te mogen staan, want die zie je heel vaak op tv, ja. En dan heb je daar allemaal beelden bij. Nou, kom, dan gaan we even naar je stoel. We zitten allebei helemaal achterin. Ja. Want we zijn nieuwe Kamerleden. Backbenchers. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele prettige plek, want zo heb je overzicht over de hele Kamer. Dan is hij eigenlijk veel kleiner, vond ik. Het zit veel dichter op elkaar dan het op tv lijkt. En daar zaten best wel veel mensen in de zaal. En dat is ook al wel... Dat is ook wel spannend. Ja. Volgens mij zit jij hier. Klopt. Jij zit op een mooie plek. Echt een prima plek. Kijk, dit zo kijk je dan als je Dilan bent. En naast mij hier zit Sophie. En hier zit Bente, ook allemaal nieuwe Kamerleden.
hele leuke, hele goede Kamerleden. En jij zit dan? Ja, ik zit bij D66 in het vak. Ja, ja, het, iemand moet het doen. Ik ben blij dat ik het niet ben. En ik zit hier. Dus nou, ik zit wel exact in het midden van de Kamer. Maar vooral heel leuk en een eer om het dan te mogen doen. Want dan ben je daarna, voelt het ook echt dat je begonnen bent. Ja. Nou, Dennis, kom hier. Dat waren de vragen. Wat vond je ervan? Nou, ik vond wel jouw antwoorden heel goed. Ja, ik ook. Vond je zelf ook, denk ik? Ja, vond ik ook. Ja, ik vond die van mij eigenlijk wel... Oké, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Volgens mij draai ik zoveel met dit ding dat de kijker nu ontzettend misselijk aan het worden is.